What's up guys, mijn naam is Daan Mansus, ik ben een atleet bij NMO. We zijn vandaag bij Mike's Gym van Mike Passanier in Amsterdam. En vandaag gaan we benen trainen. Die was lekker. Dus ik ga jullie meenemen door de training vandaag. Ik ga jullie uitleggen wat we precies doen, waarom we bepaalde oefeningen doen. En dat is hem denk ik, jongens. Je moet altijd een beetje bijhouden wat je doet, hoeveel je doet. Omdat je op die manier een zicht hebt van of je progressie aan het maken bent of niet. Het geeft je ook weer meer feedback over of je plan aan het werk is, of je meer moet eten, minder moet eten, afhankelijk van wat je doel is. Maar als je wilt groeien, moet je ook sterker worden. Dus dat wil je ook bijhouden. We gaan beginnen met hamstring. We beginnen met kneeling hamstring curls. En de reden dat ik eerst hamstring doe, is omdat hamstrings voor mij een focuspunt is ten opzichte van mijn quads. En de spier die je als eerste traint in de training kan je het meeste aandacht aan geven. Dus vandaar dat we met hamstrings gaan beginnen. Twee werksetjes, 1 van 8 tot 12 en 1 van 12 tot 15. Dus 1 setje van 8 tot 12 reps, 1 setje van 12 tot 15 reps. Beide setjes wil ik tot falen brengen binnen die rep range, technisch falen. En dat gewicht wat ik daarmee heb gedaan en de hoeveelheid reps schrijf ik dan vervolgens op en probeer ik te verbeteren in mijn volgende training. Dus we gaan eerst beginnen met warming up. Het is gewoon letterlijk dezelfde oefening, alleen een wat lichter gewicht om de boel even warm te draaien. En vanuit daar gaan we over naar de werksetjes. Alles wat je als eerste doet in je training, krijgt gewoon meer respons. En alles wat je later doet in de training, die respons zwakt zeg maar af door de training heen. Dus als jij zwakke kuiten hebt en je gaat aan het einde van je training kuiten doen, is de kans niet zo groot dat je echt... Ja, dus dan wil je ze misschien aan het begin van je training doen. Prioriteit geven. Het is eigenlijk een simpel concept. Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this, go up. You know what's all net. Van de warming-ups doe ik niet meer dan 5 reps vaak. Behalve mijn allereerste warming-up setje. Want het doel van een warming-up is niet om je spier te vermoeien. Het doel is om je spier eigenlijk voor te bereiden op de werkset die je gaat doen waar je hem wel wilt gaan vermoeien. Maar als ik hem voor ga vermoeien, dan ga ik minder uit mijn werkset kunnen halen. Vorige keer had ik hier 55 kilo per kant voor 10 reps. Het doel is 8 tot 12, dus ik ga datzelfde gewicht houden en ik ga proberen 11 of 12 reps te doen. Ik wil altijd eerst die rep range halen, dus het is 8 tot 12, dus in dit geval wil ik er dan 12 halen, voordat ik het gewicht weer verhoog, zeg maar. Okay. Laatste warming up en dan gaan we straks voor de werkset. Please don't play no games with me, I promise I'm too much. I can never let up even if you had enough. This ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to beat a submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance, they coming off track. No, no one to guess what's the motive. Don't talk like the show, they all about to see what I mean in the. Okay, gaan we voor de eerste werkset. 8 tot 12 reps. Ik zei dit gewicht had ik vorige keer voor 10 reps. Dus laten we kijken wat er van komt vandaag. Tell me how you plan to win if you plan to play. Moving fast, already gone. Yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving what we doing. Cause I can get dangerous. Cause I can get dangerous. Dat was 11. Eentje meer. Ja, verbeterd vanaf vorige keer. Was wel taai. We did it. Trainen is het signaal voor groei.
Je moet je lichaam op een bepaalde manier vertellen dat het nieuwe spiermassa aan moet gaan maken. En spiermassa aanmaken voor je lichaam is eigenlijk een hele slechte investering voor je lichaam. Ons lichaam is gebouwd om te overleven en om energie te besparen. Wat doet spiermassa? Het kost energie. Wat doet vetmassa? Het levert energie op. Dus waarom zou je lichaam ervoor kiezen om spiermassa aan te maken? Als het de kans op overleven kleiner maakt. Wanneer maakt spieren kans op overleven groter? Als er een dusdanig sterke reden voor is dat je het nodig hebt. Dus je lichaam, wanneer ik nu aan het trainen ben, denkt mijn lichaam niet van, oh, hij is een kneeling hamstring curl aan het doen. Mijn lichaam denkt dat ik aan het vechten ben met een beer of iets. En om die stress te kunnen overleven, moet mijn lichaam zich aanpassen op die stress. En dat is door nieuwe spiermassa aan te maken. Dus als dat signaal niet sterk genoeg is, gaat er vrij weinig gebeuren. Kan je doen wat je wilt, ga je vrij weinig spiermassa aanmaken. Dus je moet, training is 100% man, 100%. We gaan voor de tweede werkset. Deze keer is de rep range iets hoger. Dus ik drop het gewicht iets, want ik wil binnen die rep range tot falen komen. Uiteindelijk gaat het er niet zozeer om of ik nou 6, 10, 15 of 20 reps doe. Hypertrofie gebeurt en spiergroei gebeurt door die hele range heen. En je wilt eigenlijk door die hele range heen ook sterker worden. Dus ik wil sterker in de rep range tot 10. Ik wil sterker worden in de rep range tot 15. En ook in de rep range tot 20. Dus op deze manier pak ik beide met één oefening. Twee setjes stimuleren en dan gaan we door naar de volgende oefening. Vorige keer had ik hier 12. 12. 12 tot 15, dus ik moet meer. Fast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. I've been swerving through the city in and out of lanes. Yeah, cause if I see it, then I want it, then you better know I got it. And I'm watching, so I'm about to do the damn thing. I'm an outlaw, you can never catch me. Have it first place, you can never. Ja man, één rep meer weer. Nu gaan we even netjes opruimen. We zijn nu natuurlijk al warm van die, dus ik heb iets minder warming-up setjes nodig. Twee warming-up setjes doen. Ik heb hier maar één werksetje, gewoon tot falen. En dan gaan we door naar de volgende. Bij deze oefening zet je je knie in dezelfde lijn zet als de rotatieaxis van de machine. Want je knie is ook een rotatiepunt, anders loopt dat niet echt goed samen. Zet jezelf goed vast. Tenen naar je toe. Voel mijn hamstrings al, man. Zit er wel al bloed in, ja. En jij wil ze nog groter. Ja. Oké, dat was redelijk dichtbij wat ik wil hebben. It's time. It's time. Het zware setje. Het zware setje. All out. Probeer me in te beelden dat ik mijn quads omhoog duw in deze pad. Om meer stabiliteit te genereren en harder naar beneden te kunnen trekken. En ik duw mezelf ook weg hierin. Het waren 8 reps. Die 8e tel ik niet helemaal mee, dus ik tel er 7. Dus dat gaan we opschrijven. Follow me. Oké, ik ga safety bar doen, omdat ik op het moment een probleem heb met mijn bicep pace. Dus die positie van een normale squat, back squat, die zit me niet helemaal lekker. Dus safety bar is de oplossing voor nu. Nog iets wat ik hier doe, ik heb air schoenen aan, dus die gaan mooi uit. Want ik ga niet squatten op air,
Nou, dat is, is gevaarlijk. Plus je haalt eigenlijk een beetje van je eigen performance weg. Dus je moet beseffen, als je squat, waar gaat je kracht heen? Initieel, niet omhoog, die gaat naar beneden. Je duwt in de grond. Dus als je in een zachte bodem duwt, raak je gewoon letterlijk force production, heet het, dan kracht kwijt. Dus je kan meer kilo's doen als je je schoen uitdoet. Dat is eigenlijk de simpele manier om te zeggen. Ik heb hier ook maar één set, werkset, 6 tot 10 reps. Hier ga ik wel wat meer warming up setjes doen, omdat ik best wel, als het goed is, zwaar ga vandaag. Dus ik wil niet in één keer van 0 naar 100 gaan, als je begrijpt wat ik bedoel. You ain't by that fast life, 100 on the dash with the cash light. You ain't by that fast life, big dog status with your stash light. You ain't by that fast life, just know 100 duffels at the bag price. You ain't by that fast life, 6 feet, yeah, I'm smashing on the gas, gas, gas. Ik heb net een warming-up setje gedaan met de stang alleen, 20-20, 40-40, nu met 60-60. En daarna ga ik dan nog 80-80 doen, even kijken hoe die voelt. En aan de hand daarvan bepaal ik wat ik me voor mijn werkset ga doen. Nou kijk, laten we zeggen tot en met 0 tot en met 4 reps doet niet zo super veel voor hypertrofie. Het is niet dat het niks doet, zeker niet, maar het doet niet zoveel voor hypertrofie. Dus als je doel gewoon spiergroei is, ja, dan wil je niet het grootste deel van je training in die rep range eigenlijk zitten. Dus voor mij, ik vind het ook wel allebei leuk, sterker worden, maar uiteindelijk is mijn doel wedstrijden doen in bodybuilding, dus ja, op het podium geeft ze geen sorry. Op het podium boeit het ze niet hoe sterk je bent uiteindelijk. Muziek in doen. Ja, tuurlijk. Stap even te hype. Ja, man. Bro. Ik ga ervoor. Success ain't no giving, some days I don't hit, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous, down wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I tank, I'm running on fumes. The hop assistant don't amaze, the rose racing through the pavement. Get your hands out of my bag, I know that's because I've been in it. I don't need to brag, I guess that's what happens when you taking care of your business. But some family, you do the math. I'm out of my pocket, Houston, we got a problem. I ain't perfect, let them watch me elevating. Got them nuts, cause I'm the pilot in the cockpit. Nose diving in the ocean, woo. Heel lijp. Ja. Even bijkomen. Mike, de eigenaar hier, die komt wel eens naar me toe tijdens mijn training, als hij me zo ziet. En zegt hij, hij praat plat Amsterdams. Adem het aan. Doe je neus. Ik denk wel 4 minuten nodig om bij te komen voor deze setting. Ik ben mijn zwaarste ooit, 115. En dat voel je. Die stang is 30 en dan is dat in mijn hoofd 210 in totaal. Ik had er 8 volgens mij, 9. Volgende is leg press. We hebben net freeweight movement gedaan, squats. Nu gaan we een beetje een supported movement doen. Iets minder
heup laden, iets meer echt mijn quads laden. En hier gaan we twee setjes doen. Eén van 8 tot 12, één van 12 tot 15. Weer hetzelfde systeem als die allereerste oefening die we deden. Dat noemen ze ook wel topset en een back-off set. Topset is die eerste, dat is je zwaardere set en je back-off set. Zoals de naam al zegt, back in het gewicht een klein beetje off. Maar beide gaan tot falen of één rep van falen af. En ja, hier ook weer eventjes opbouwen. Watch out, get in here, watch out, get in here, watch out, get in here. Watch out, set it up, bet you I set it down, watch out, get a win. I don't think they really wanna come against the winner, got a finger run up in a grenade. I ain't never been the one you think you compare to my line, but the winner by the cage. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get it, no call it quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick. Je moet altijd binnen je eigen mobiliteits mogelijkheden blijven, maar je wilt wel zo groot mogelijke range of motion. Dus ik ben best flexibel en ik kan best wel diep met alles, dus ja, waarom zou ik het niet doen dan? Ik ga voor de werkset. Vorige keer had ik 9 reps, doe eens 8 tot 12 hier. Dus we gaan even door bij het. I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when it dust settles. That I'm in my element is everything that this level to the game. All of those dark nights I got then, breaking my back to make it out, got me feeling like rain. I ain't never need your help. I know you wishing me well. A penny for your thumb, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy. The richest got a mad ass son. I'm like Billy. I ain't never switch up. Whole team with me. Putting on for my city like OAGZ. Step the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Dabbling, they try to dabble in it and they hate the fact that they may have to witness. You trying to aim for the top like this. And you're in your element with a fire like this. And they hoping you fall and they praying you miss. But it's all in the risk. I got you with the switch, you know. I'm in the zone. Give me the throne. Dit wordt mijn back-off set. 50 kilo is lichter. Voor 12 tot 15. Meestal gaat het rustig. We gaan quads afronden met leg extensions. Het doel hier is niet zozeer super zwaar gaan, meer vol met bloed pompen. Een beetje celswelling creëren. Ik heb al een goede pomp, dus dat zal wel goed komen. Ik gebruik deze hier om mezelf vast te houden. Ik kan het op twee manieren zien. Of ik ben te kort voor deze machine, of mijn hamstrings zijn gewoon te dik. En daardoor zit ik zo hoog dat ik mezelf niet goed kan vasthouden hier. En dat heb je nodig om je goed vast te houden, om een beetje stabiliteit te genereren. Dus die doe je eromheen? Doe ze eromheen. Doe ze hieromheen. Heel lekker. Oké, hier heb ik maar één set weer. Tot falen. Van 12 tot 15. Ik ga wel weer een paar warming-up setjes doen. Want dit is wel weer een andere spier die we erbij betrekken.
adductoren. Binnenkant van de been moet je ook niet vergeten als je benen traint. Als het om bodybuilding gaat, maar überhaupt gewoon. Maar als we het hebben over bodybuilding, wil je niet alleen dat je quads gespierd zijn, maar je wilt ook wijten in je benen. Dat geeft ze meer een illusie van dat ze nog groter zijn. Dus adductoren train je hiermee. Adductoren train je met een diepe squat of een diepe leg press ook. Of een diepe hip hinge, zoals een deadlift. Maar ik pak ze hier nog eventjes geïsoleerd op het einde. Als je grote benen wilt, is het een vrouwenoefening. Dus voor vrouwen die grote benen willen, moeten ze deze oefening doen. En voor mannen die grote benen willen ook. Nu gaan we de magic piece tevoorschijn halen. Wat? Ja. Dit is de geheim van de chef. Wat is dat? Je kan het voor meerdere doeleinden gebruiken, maar ik gebruik het om te trainen. Dit is voor... weet ik, dat was een bedoeling. Dit is voor als je stekmachines zwaarder wilt maken. Dan schuif je hem er zo in. Dit is eigenlijk als je de gym hebt uitgespeeld, zeg maar, dan kun je nog een nieuw level in. Super Saiyan. Dat is voor de echte animals. 15. Maar ik heb er ook wel eens meer op gehad. Je hebt nog een grotere pin. Het is vrijdag, toch? Ja, man. Gaan we ervoor, hè? Gewoon ervoor. Dames en heren, dat was de training. Alright mensen, dat was de benentraining voor vandaag. Begin van mijn prep. We gaan nog lekker. Ik hoop dat jullie wat hebben geleerd van deze training. Dat jullie het toe kunnen gaan passen op je eigen training. Wil je nou ook video's zien over andere spiergroepen? Drop het even in de comments en dan gaan we die zeker behandelen. En abonneer je op het kanaal van Animal voor meer. Je kan ook op mijn kanaal abonneren, Daan Mansens. En op Instagram, Coach Daan Mansens. Zoals de naam het al zegt, ik doe ook een coaching voor fysiek transformaties, fotoshoots, wedstrijdatleten. Dus als je daar interesse hebt, stuur me even een berichtje en dan gaan we het regelen. Hey, die training heeft mijn hersenen opgevoed. Defense, I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. Life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up. Moving fast, already gone. Yeah, but you bring it back. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming what we doing. It was like a...